Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij LOL in deze vlog aflevering 43 en we gaan vandaag weer twee attracties bereiden en kijken wat we er nog over weten. En we zijn hier in de studio's, uitzicht op de Tower of Terror, maar die is nog niet voor vandaag. Wij gaan eventjes doorlopen naar een andere attractie. Het is ook niet hier de Toontown trein. We kunnen wel even hier kijken, want hier staan alle attracties van de studios op. Wat hebben wij te doen? Toy Story, dat is die wat we vandaag gaan doen. Teleute, de Wally hebben we al gedaan, de vorige aflevering. De Tower of Terror, Alice hebben we al gedaan, de Wreck-It Ralph en de Ratatouille. Die zijn er, en dan hebben we ook nog een aantal automatische attracties. Het Toy Museum, dat is een loopattractie. Het Studio Museum, het Sprookjesbos. De speelhal, de Disney Scenes hebben we al gedaan, de Toy Twister en de Toontown. Toontown, ja, Toontown trein is daar. Die is ook gewoon altijd open. Oké, laten we eventjes al vliegend naar de Toy Story gaan. Moet wel, oh daar is iemand die we kennen. Justine, hallo, kan jij Toy Story open? Zo. Oké, de Teleut is een onderhoud, dat heb ik vorige week al verteld. Ik weet nog altijd niet wat ermee gebeurt. We gaan dus nu de Toy Story Mania doen. Wat is de Toy Story? Een dark ride, maar het is meer dan een dark ride. Het is een interactieve shooter. En dit is eigenlijk de enige attractie in heel Minecraft pretparken die zo'n shoot systeem plugin heeft. Ik stond ook op het leaderboard totdat Wessel me eraf heeft gegooid. Of flikker zeg maar. Zeg maar niet. Het is best alleen maar eraf gegooid, maar eerlijk is eerlijk. Ik moet meer dan 83 halen om op het leaderboard te komen. Ik sta nu op het moment. Ik sta nu op het moment denk ik 4e of 5e. Ik sta met iemand gelijk met 79. Maar dat wisselt soms af. En normaal moet ik dan eigenlijk 4e staan. Omdat ik dan de lage streepjes bij mijn naam heb. En dat zet mij dus hoger. Niet dat ik dat expres zo gedaan heb. Ik heb dat niet expres gedaan. Ik mag even terugkomen op gisteren. Is er geen JLBS Funs online gekomen. Dat heeft een reden. Funs heeft iets met zijn laptop aan de hand. Dus daar kan ik niks aan doen. Funs heeft iets met zijn laptop. Waardoor het dus geen aflevering online is gekomen. Dat spreekt voor zich. Ik ben benieuwd. Ik moet het hem nog vragen. Hoe het ook net is. Zo. We gaan dus Toy Story doen. Het kan zijn dat ik een beetje lag heb, maar we gaan toch. Kijk, dit is dus het leuke. Je kan schieten op die doelwitten. En zo kan je dus op de goldblokjes schieten en op de dingenblokjes. Hier staat een karretje stil. Maar ik weet niet of het mij gaat lukken om mijn highscore te verbreken. Ik ben echt benieuwd, maar ik denk het niet, want mijn tactiek is al anders in het begin. Normaal als ik binnenkom schiet ik rechtstreeks op dat diamond blok, de 3 punten. En dat lukt me dus een beetje. Ik ga het niet doen voor de punten nu. Ik ben bij mij even zo zelf, ik wil nog rondje. Oh, dat vraagt hier niemand anders. Maar het is verschillende scènes waar je dus moet schieten op de goldblokjes en op de diamondblokjes. Maar de diamondblokjes zijn maar beperkt. Goldblokjes geven 1 punt. Diamondblokjes geven 3 punten. Hier zit weer een diamondblokje. Ik weet wel ongeveer waar alle diamondblokjes zitten. Dus dat is wel een voordeel. Ik weet wel ongeveer waar ze allemaal zitten. En je moet ook kijken dadelijk veranderen ze terug. En dan moet ik weer schieten. Soms pakt hij hem slecht. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel door. En dan gaan we dus de nieuwe scène in. Hier krijgen we normaal een melding dat we al zoveel punten hebben, ja. Dat klopt, nog altijd. Hier krijg je dus een melding. En kijk, soms, dat bedoel ik dus. Als je het volle bak raakt, zet hij iets soms niet pakt. Maar daar, ja, dit is weer. Ik raak het volle bak, maar ik krijg de punten maar niet. Heel erg stom. Daar ook. Nu daar kan. Dat ja. Dit is wel moeilijk om dat allemaal zo goed. Ik vind het al straf dat ze dit gewoon kunnen maken. Dat Robin dit heeft gedeveld.
als de developer. En hij heeft dus heel deze plugin geschreven en gemaakt. Dit is een plugin die dus niet downloadbaar is. Deze is dus echt privé van Disneycraft. En ik hoop dat er Lego Dispenser zijn. Crew, ik wil dat bij als jullie dit zien misschien. Ik weet niet of het de bedoeling is, Lego Dispensers. Maar het ziet er niet naar uit dat ik mijn high school ga verbreken. Dus maar daar deed ik het ook niet voor, heb ik gezegd. Vandaag, ik wil gewoon laten zien wat is de Toy Story tijdens de Toy Story. Een shooter. Waar staan shooters in pretparken? Ja, Mountain Chocolate van Thuisland. El Paso Special in Bobbejaanland. Maar dat kan je niet vergelijken daarmee uiteraard. Want Mountain Chocolate is met een 3D brilletje. En El Paso Special is best wel een oude attractie van Bobbejaanland. Maar dat is ook, dan moet je op de doeren te schieten. Met Mountain Chocolate krijg je dan uiteraard de punten ook. Ik heb maar 40 punten. Dat is niet zo goed. Dus ja. Ik had ook gezegd, ik doe daar niet speciaal voor. Maar waar staan er nog shooters? Ik weet het niet. Dat zijn eigenlijk de enige twee die ik uit mijn hoofd weet. Mojo Chocolate en de El Paso Special uit Bobbejaanland. Dat zijn er twee die ik toch uit mijn hoofd weet. Ik heb ze allebei al gedaan. Mojo Chocolate heb ik deze zomer pas gedaan voor de eerste keer. Dat was echt super een top attractie moet ik zeggen van Thuisland. Een aanradertje om naartoe te gaan. We gaan even naar de hub, want ik moet weten welke loopattractie we nog erbij hebben. Mijn dingen laden een beetje traag, zie ik weer. Oké, de Saints hebben gehad. We hebben de Lion King gehad, de Jungle Book hebben gehad. Wat hebben we nog? Rainbow Adventure. Waar ligt Rainbow Adventure? Rainbow Adventure ligt in de oude Main Street tegenover het Reusrad. Dat was vroeger een attractie met karretjes. En dit is het verhaal van Harold. Harold is een reiziger die vaak te vinden is in Afrika. Hij is al een aantal dagen vermist en het is de taak aan jou om terug te vinden in de jungle. Kijk uit voor valkuilen en zoek Harold. Ik hoop dat je hem kan vinden, want degene die hem vindt krijgt een flinke beloning in het restaurant. Heel veel succes. Succes daarmee voor jou. Dat ging even mis. Succes. Ja. Oké. Okay. We moeten wel dit aanhouden. Je gedachten zijn, wauw, dit wordt nog wel best eng. Ik denk dat ik even de chat aan ga zetten voor alleen comments. Misschien doet hij nu wel? Ja, dat is fijn. Oké, dit wordt nog wel best eng. Dat was een, ik zei toch alleen comments. Comments only. Ja, en hij pakte was hij pakte het blijkbaar niet. Ja, dat pak om een show. Maar maakt niet uit. Oké. Okay. Je kunt echt zeggen, ik hoorde een geluid. Het kwam uit de verte vandaan. Ja, we moeten een stukje zwemmen. Dus in de jungle. Dit is ook een redelijk oudere attractie. Over de Toy Story heb ik nog niet gehad, jongens. Dat is eigenlijk de nieuwere attractie van de server. Ik ga even deze plate lezen. Je kunt echt zeggen, een huisje. En het is best donker daar binnen. Maar ik zoek door. De Toy Story is een attractie die sinds mei 2015 geopend is met het studio event. Het is nog niet zo oud en ik weet nog niet van defecten daaraan, dus ja. Dat is het geluid weer. Hoor ik weer dat graag geluid? Wat is er toch aan de hand? Ja, dat weten we niet. We weten het niet, wat is er aan de hand? Hier staat een ding. We lopen er door de jungle. We maken dus een aantal dingen. Ik dacht te zeggen, wow, ik moet stil zijn en uitkijken. Ik zie verder op iemand staan. Ja, ik zie daar inderdaad slangetjes staan. Dus wordt goed opletten. Ben ik een place erbij gelopen? Nee. Hier staan de slangen. Dit is echt wel ook een oudere attractie. Ik weet niet, misschien kan die een likje verf gebruiken. Ik moet dit stuk slijpen. Sluipen, ze mogen me niet horen of zien. Ja, maar waar moet ik naartoe? Dat is de vraag. Waar moet ik naartoe? Door het huis? Nee, ik moet er nergens door. Ik moet waarschijnlijk gewoon weer een pad volgen. Of zo. Dus dat is dan hier langs. Nee, niet hier langs. Wat? Oké, jongens. We zitten alweer vast. Net zaten we als vorige week bij de Lion King. Heb ik weer de indruk. Dit is de double plate. Nu zit ik in de kooi. We moeten daar zijn. Oh wacht. Ik zie het al. Oh, welke plate. Ik zag het al.
door het huisje heen. Voilà. Volgens mij zijn het kannibalen. Ieuw, dit is echt smerig geworden. Ik moet hier sluipen, misschien lopen ze hier in het bos. Ja, dat willen we niet. Hier staat weer een ei van Irma. Jongens toch. Irma, hou je eieren bij. Jeetje. Oké, we gaan gewoon gas erop geven. Een klein boot, hier ligt een mooi bootje. Hallo boot. Oké, daar zijn we ook weer voorbij. Waar moeten we nu naartoe? Naar hier, van het water. Terug een beetje. Oh. Zo. Wat staat er op deze plate? Ik wil niet weten wat hier gebeurd is. Nee, ik zie hier alleen maar doodskop en bloed. Dus ja, dan wil ik het eigenlijk liever ook niet weten. Zal Harold hier zitten? Ik moet sluipen hier. Ja, we zullen het zo zien. Harold, waar zit je Harold? Hallo. Dit is een verlaten kamp ding. Ik weet niet. Harold is volgens mij gewoon dood. Dat kan niet. Is dat weer een dode man? Een dode skull? Jezus, hier is nog een deel. Nog een dode. Hallo. Harold blijft gemist. Hopelijk is hij niet opgeofferd door die rare stam. Ja, ik hoop het ook van niet. Ik hoop ook dat hij het overleeft. Of zo. Wat is dit? Mijn missie is er niet afgelopen. Ik zal hem ooit vinden. Ooit, ja. Ooit zullen we hem vinden. Maar dat is niet vandaag. Want we hebben hem niet gevonden. Weten jullie waar Harold is? Laat het achter in de comments. Ik vind hem niet. Jammer. Waarschijnlijk is hij echt gewoon opgeofferd door die rare stam. En dan kunnen we er niks doen. Hier staat meneer Rens. En dat is een pottenkijker. Hij staat hier al lang. Rens is de pottenkijker. Maar goed, dit was het alweer jongens. We hebben weer twee attracties gedaan. De Toy Story Mania. En de Lost Adventure. Volgende week gaan we verder met de Peter Pan Flight. De Dive Coaster. Magica is ook nog een aanbouw, niet een onderhoud eigenlijk, is een aanbouw. Maar de PPF, zo moet je er naartoe werpen. De Peter Pan's Flight is dus de dive coaster van het park. Hij heeft één inversie en dat is het. Hij heeft dus hier de inversie en dan gaat hij nog wat bochtjes. Hij maakt nog twee helixen en dan komt je al weer aan. Het is een heel kleine, maar het is wel een leuke baan en ook fijn omdat er dan twee stationen bij zitten. Volgens mij staat hij open. Ja, hij staat open. Iemand is hier vergeten af te sluiten. Jongens toch. Maar goed, dat is voor volgende week. In de verte zien we ook kapitein Haak. En daar, die staat nu niet op mijn chunks, staat de Black Panda. Wat heb ik met die naam van dat dan? De Black Pearl. Lijkt er wel op, maar is het niet. En de Robin Hood uiteraard. Niet te vergeten. Maar dit is nog voor volgende week. En dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet zeker geen like achter te laten en ook te abonneren. Jullie kennen nog wel de afspraak. 250 abonnees voor het einde van het jaar, 6 uur live, 300 voor het einde van het jaar, 12 uur live. Die 250 hebben we bijna binnen. Ik denk stiekem dat we die nog kunnen halen. Het is nu vandaag de opname 22 november. Binnenkort zullen er wel een tijdje over twee weken geen video's komen voor een paar dagen maar. Omdat ik, dus er zal volgende week, er zal over een paar weken geen No Limits komen. En geen Disneycraft, omdat ik examens heb. Dus dat even terzijde. Dat zal dan niet online komen. Misschien wel. Ik weet niet. We zullen dat wel zien. Dank jullie nogmaals voor het kijken. Een fijne avond. En graag tot de volgende video. Later.